En het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil werken aan een meerjarenplan waarbij zwakke huishoudens geleerd worden zelfstandig te zijn. Dat zei Susavo-minister Urayquit Ramsaran donderdag op de persconferentie Crisisbeheersing. Het ministerie komt nu de zwakke huishoudens tegemoet met voedselpakketten. De uitwerking van een meerjarenplan zal volgens Ramsaran gericht zijn op zowel materiële als immateriële steun. Dus we hebben dan ervoor gezorgd dat zij dan in zo'n situatie dan zo snel en mogelijk worden verholpen. Door middel van enkele projecten welke we hebben uitgezet. En ik benadruk de naam COVID voedingspakketten. En van daaruit dat we dan werken richting een meerjarenplan. Een meerjarenplan waarbij wij kijken naar een duurzame ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling in de zin van dat wij niet alleen helpen in het materiële en immateriële. Maar dat we ook kijken van wat wij kunnen doen om de zwakke huishoudens te stimuleren richting zelfstandigheid. Ramsaran haalde verder aan dat voor het verstrekken van de COVID-pakketten het ministerie haar bestand opschoont. Hierdoor wordt duidelijk wie echt hulpbehoevend is. As we speak, er is screening plaatsvindt, huis aan huis. En dat we zoveel als mogelijk ons bestand proberen te verfijnen. Maar dat we ook willen doen volgens, althans conform COVID-maatregelen. En aan de hand daarvan wij dan de bepaling weer zullen doen om te kijken of de daadwerkelijke aantallen welke zijn aangegeven van de sociale zaken bestand. Dat het wel klopt of niet. Dus er zal een matching plaatsvinden. Apart van de matching hebben we wel ervoor gezorgd dat in zo'n acute situatie, zoals u weet, sociale zaken en volkshuisvesting heeft zowel de hulpmiddelen als materieel als immaterieel ingezet. Dus we hebben dan gekeken naar wat ze momenteel nodig hebben in zo'n situatie waarbij niet alleen crisis een probleem is, maar zo ook COVID dan een grote rol heeft gespeeld. Aldus minister Urayquit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak afgelopen donderdag op de persconferentie Crisisbeheersing in de Congreszaal.